Vrienden werken samen. King de ijsvogel. Ik eerst, ik eerst. Zeven vogels duwen de kleine king weg. Ze trappelen op zijn poten en pikken in zijn nek. Ze willen als eerste de vis krijgen die papa door de smalle gang naar het nest brengt. Smak, smak, smak. King glijdt uit over de graten en schubben die zijn broertjes en zusjes achterlaten in het nest. Gelukkige verweekdag! roept papa, terwijl hij een kleine vis met de kop vooruit in het nest duwt. Iedereen probeert de vis te pakken. Verweekdag? vraagt King. Ja, zegt papa. Proficiat, jullie zijn nu net één week oud allemaal. Hij kijkt naar King. Die heeft nog geen veren, alleen wat dons. Jij bent de jongste, zegt papa. Je zult snel veren krijgen, zoals de anderen. De mooiste veren van de hele wereld: blauw en rood. En je zult zelf vissen kunnen vangen. King kijkt met grote ogen naar zijn papa. Zijn broertjes en zusjes luisteren niet. Ze vechten nog altijd om de vis. Titi! Titi! roept papa boos. Titi! Titi! Iedereen zwijgt. Zo kan het niet langer verder, zegt papa. Telkens als ik een vis breng, beginnen jullie te vechten. De kleine king zit helemaal achteraan en krijgt nooit eten. Zo kan hij ook niet groeien. Kom, we zijn één familie. Nog twee weken en dan moet iedereen het nest uit. En iedereen moet even sterk zijn. Het is nu heel stil in het nest. Papa knippert met zijn ogen. Hij maakt zich klaar om weer naar buiten te vliegen. Daarvoor schuift hij een vlies voor zijn ogen, net alsof hij een duikbril opzet. Straks duikt hij weer pijlsnel en recht naar beneden het water in, om een vis te vangen voor de hele familie. Ik wil geen ruzie meer om de vis, fluistert King. Dan zullen jullie een oplossing moeten zoeken, zegt zijn papa. Hij wrijft even met zijn vleugel over zijn hoofd, alsof hij zijn haren kampt. Dan flitst hij als een blauw-oranje pijl het nest uit. De vogels dringen opnieuw voor het beste plaatsje. Ze flapperen met hun vleugels, pikken met hun bek en trappelen op elkaar stenen. Het nest wiebelt. Straks donden we er nog met z'n allen naar beneden, zegt een broertje. Ik wil de vis, ik wil de vis, ik wil de vis, kwettert een zusje. King schuift een beetje naar voren. Piep, zegt hij. Piep. Hij zit nu helemaal in het midden van het nest. Zullen we er een spelletje van maken? Zegt hij. We gaan allemaal in een kring zitten. En iedereen mag om beurten bij de ingang zitten. Ik kan niet zo lang wachten, brabbelde een broertje. En als ik de vis ruik, dan wil ik hem onmiddellijk opeten. Roept een zusje. We kunnen het toch proberen, zegt King. Gewoon niet meer vechten om de vis. Papa brengt vissen genoeg. En als je je vis op hebt, schuif je gewoon een plaatje op. Ik zal wel als laatste komen, zegt gij. De andere broertjes en zusjes kijken naar King. Nee, jij mag als eerste, zegt een broertje. Jij bent de jongste. Ja, het is een goed plan, fluistert een zusje. Iedereen kan leren wachten. Dan hebben we allemaal vis en dan is er geen ruzie. En terwijl we wachten, kunnen we in de kring spelen, roept een broertje, en liedjes zingen, zegt nog een zusje. Tiddy, tiddy! Daar duikt papa met een vis in zijn bek de gang van het nest in. Alle vogels zitten in een kring. En helemaal vooraan zit King. Hij krijgt de vis van papa. Zijn broertjes en zusjes blijven stilletjes tot, zitten tot King zijn vis opheeft. Dan schuift King een plaatje op voor zijn zus. Papa kan zijn ogen niet geloven. Hij steekt zijn scherpe snavel trots in de lucht. Mooi, zegt hij. Dan draait hij zich om en spreidt hij zijn blauwe vleugels open. Recht naar de vijver, volvissen. Nog twee weken lekker in de kring. Uh, wie zou dan als eerste het nest mogen uitvliegen?